Zoals jij en ik kunnen gebruiken om te ontsnappen aan dit standaard leventje waar zoveel mensen in zitten. En je kunt dit alles runnen met alleen maar je laptop en een internetverbinding en je hebt hier geen enkele kennis of ervaring voor nodig. Ik heb een gratis online training gemaakt van 10 minuten waarin ik je precies stap voor stap uitleg hoe dit businessmodel werkt en hoe je hier vandaag nog mee zou kunnen starten. En als je op de klok klikt ergens rondom deze video, dan kun je direct die training bekijken. Want in deze training deel ik de 3 stappen die honderden mensen zoals Marloes, Lin en Bob hebben gebruikt om te ontsnappen aan een 9 tot 5 baan en een leven vol vrijheid voor zichzelf te kunnen creëren. We hebben 100 plekjes per maand beschikbaar voor deze gratis online training, dus wacht niet te lang en grijp je kans. Bijna! Let's go guys, vandaag met een crazy. Wat is dat? Als ik dat niet raad, dan weet ik het ook niet. Kijk, nee, het heeft iets met deze te maken. Vier minuten om te spelen. Ziet er hier niet, hè? Ik ga er ook mijn sweater pakken. Terwijl jullie aan het raden zijn, ga ik mijn sweater pakken. Ja! Blauw met witte bolle rap! Ik was hier toevallig juist aan het luisteren. Ik zeg alleen, dat is ook toevallig dat hij juist met dat account in mijn live komt. Wat? Ik krijg maar die camera niet geplaatst. Wacht, en dan moet ik voorzichtig zijn. Ah! Ja! Mijn statief aan het verplaatsen. Ah, ja. Dan zie je daar een foto op. Die er niet op moet. Oh, nee, is heel rustig. Rustig. Dan kan ik dus zo zitten. Zo. Dan staat dat licht niet op de achtergrond. Alleen van buiten. Ja. Cijfer in ieder geval. Dag Steven Vos. Nee, nee, het is Steven Vos. Steven Vos. Volgens Weber. Wel, Piers. We zijn heel slecht aan het raden, moet ik zeggen, man. Ja, correct geraden, maar drie. Zomaar 3 keer juist. Ja. Beerput. Voor wie jij beerput? Ja, een beetje terug in de chest. Heeft iemand een beerput? Ja. Aan 4 maal geraden. Ja, iemand heeft ook nog in de chest geschreven wat waren dat die foefscheetjes.
Ik ben terug naar boven gerold, dat hier letterlijk. Abbas heeft dat gezegd. Dat heb je goed gedaan. Poepscheetjes. Dat is goed gevonden. Timo. We maken op YouTube Timo. Timo. Ik heb voor laatst een keer een video gemaakt. Dan heb ik iets gemist. Ik heb voor laatst een video gemaakt. Maar hoe heet je YouTube kanaal? Gewoon als je intikt Timo de Bundel, dan zie je mijn naam wel verschijnen met dezelfde profielfoto die ik op mijn tekst. Timo de Bundel, nee, dat is helemaal niet. Ja, dat ben ik. Dan ga ik even naar YouTube. Godverdikke. ik heb denk dat ik hem nu wel ga vinden. Gewoon Timo YouTube. Ja, dat is dat. Oh ja, Timo weg, jong. Ik blijf hier mooi. Ja, maar mij moet er blijven. Waarom heet u je WhatsApp? Ryan Groep 2. Wat? Snap hem al. Hey, concertboy. Wie is concertboy nu weer? Dat ben ik, hè. Er zijn er al drie die kunnen. Steven, ik heb wel gezegd, normaal gezien kan ik, want ik moet wel s'avonds weg, maar ik kan niet beloven. Ik wil Cynthia en Steven voor het giftje. Wacht. Kijk eens wat je met hier op de man. 2 seconden. Ja. Nee. Nee. God, miljard, man, ju. Oh ja, wie wil er nog live eens zien? Zing K3. Nee, ik zing niet K3. Buttering. There ain't been around, it's a buttering. Bothering. It's a bothering. Oh my gosh. Ja, er valt de wind nog wel mee, moet ik zeggen. Oh, dat is koud. Oh, die stoelen zijn koud. Ja, ik zit even op mijn terras, omdat het is warm binnen. Ah zo. Kijk je Kingbox. Ken ik zelfs niet. Nee, ook. Dat heb ik nog niet gezien. Ja, in ieder geval, dat is een heel leuk statief. Dat is een deze, in een action gekocht. Ah ja, nu zie ik het. Ja, is dat een goeie? Dat is eigenlijk, dat is steviger dan de ringlights die je daar koopt. Dat is echt goede kwaliteit. Ah, dat is wel goed, hè. Want je kunt daar je smartphone op zetten, een digitale camera, een selfie ring, een LED light en een tablet. Ah ja. Okay. Ja. En hoe is het bij u thuis? Of waar zit het nu? Goed bij mijn papa. Ah, ik hoor u niet. Hoor je mij niet? Ah, nu hoor ik u wel. Ah, oké. Okay. Ja. Ja, ik heb mijn deur doen. Ja. Vrijdagmiddag wel. Ja, dan is het zaterdagmiddag, hè. Kunnen zaterdagmiddag of kunnen dan ook niet? Dus en toen was het klopt. Ik geef me eerst 2 minuten om te zoeken. Goed. Dus, hier, moet ik even voorlezen, Steven? Of moet ik het doorsturen? Stuur me door. Allee, opnieuw aanpassen. Laat me weten als je het hebt gehad, een maatje.
Alsjeblieft. Heeft Steven de Vos iets gehad? Allee, het is Steven Vos, niet de Vos.